fait du bien d'être un peu à la maison avec la famille et ne pas avoir de foot un petit peu. Ça fait toujours du bien de changer un peu les idées, comme on dit. Donc c'était bien. Maintenant, content quand même de recommencer parce que c'était quand même long sans football. Et ça fait du bien de retrouver tous les copains ici et de recommencer à jouer. We hebben teambuilding, we hebben oefenwedstrijden, we hebben veldtrainingen. Dus eigenlijk is zo'n beetje van alles in die komende 2 weken dat ons te wachten staat. Die 3 wedstrijden voor nieuwjaar hebben ons echt deugd gedaan. Hadden we ook echt nodig. En het is echt goed geweest dat we die alle 3 konden winnen. Nu hebben we nog uitzicht op een bekerfinale en op. En zijn we in het klassement ook iets verder opgeschoven, dus kunnen we al iets rustiger ademhalen natuurlijk. J'étais assez content du tirage. Ça veut dire que mes parents iront au SL quoi qu'il arrive, donc ça c'est bien. Mais j'espère que ce sera bien sûr pour me regarder. Mais c'est vrai que ça va être particulier encore une fois de jouer contre son frère, mais bon, voilà, je crois que c'est 2 bons matchs. Ja, eigenlijk die competitie moeten we gewoon zoveel mogelijk wedstrijden proberen winnen en dan zien we wel waar dat we uitkomen. We hebben nu 11 punten voorsprong op Cercle Brugge. Dus het is wel nog nodig, denk ik, dat we nog een paar wedstrijden winnen. En eigenlijk liefst zoveel mogelijk. We hebben nog veel toppers hier thuis. Dus zou het ook wel tof zijn om eens te stunten tegen de grote ploegen hier.